dreigende burgeroorlog in Nagorno-Karabach. Britse conservatieven bereiden congres voor. Verenigde Staten winnen Federation Cup. Vredesproces in Israël op doodspoor. EG-ministers akkoord met leningen aan Oostbloklanden. Het Veronique Avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. Er dreigt een burgeroorlog uit te breken tussen de Sovjetrepublieken Azerbeidzjan en Armenië. Inzet van het conflict is de Armeense enclave in Azerbeidzjan, Nagorno-Karabach. De Azeri omsingelen Nagorno-Karabach al weken. Ze blokkeren de toevoer van voedsel en brandstof tot het gebied. De Sovjetleiding besloot daarom het leger in te zetten om de blokkade te doorbreken. Daarin slaagden het niet, omdat de Azeri alle toevoerwegen versperren. Nagorno-Karabach is alleen nog door de lucht te bereiken. Vliegtuigen vervoeren het hoognodige, zoals melkpoeder en meel. De bevolking van de enclave is ten einde raad. Aan alles is gebrek en zelfs brood is al op de bon. Om ieder brood wordt nu gevochten. Maar er is niet alleen een voedseltekort. Ook brandstof is er niet meer. Het leven in Nagorno is door de blokkade platgelegd. In het weekeinde werd voor het eerst sinds 1917 weer een kerkdienst in de enclave gehouden. De dienst was een teken van solidariteit van de Armeense bevolking, maar ook van verzet. De Armenen lijken niet van plan voor de druk uit Azerbeidzjan te wijken. En daarmee heeft het conflict naast een politiek nu ook een religieus aspect gekregen. Katholieke Armeniërs staan lijnrecht tegenover moslim Azeri. In Hongarije is de hervormingsgezinde Resso Niers gekozen tot voorzitter van de kersverse socialistische partij. En tegelijk werd bekend dat Károly Kross, de oude leider van de communistische partij, zich teleurgesteld uit de politiek heeft teruggetrokken. Kross zette als vervanger van de oude partijleider János Kádár in mei 1988 het hervormingsproces in Hongarije op gang. Het was bekend dat hij de ontwikkelingen in de partij niet kon volgen. Zo was hij een fervent tegenstander van de opheffing van de communistische partij dit weekende. De nieuwe voorzitter van de partij, Resso Niers, kent een lange geschiedenis als opposant tegen het communistisch bewind. Niers was in 1968 als econoom betrokken bij de Hongaarse hervormingen. Hij werd later door Kádár aan de kant gezet. Pas vorig jaar maakte hij zijn rentrée in de Hongaarse politiek. Niers is een groot voorstander van vrije, ondernemingsgewijze economie. Ook vanavond wordt in de DDR weer gedemonstreerd. In Leipzig zijn 50.000 mensen op de been. Tot nu toe heeft de Oost-Duitse politie niet opgetreden. Ze eisen hervorming van het staatsbestel en vrijlating van demonstranten die eerder zijn opgepakt. Een deel van die arrestanten is inmiddels via een snelrechtprocedure veroordeeld tot gevangenisstraffen, soms van 6 maanden. In Oost-Berlijn concentreerden de protesten zich in de buurt van de Gethsemane-kerk. Demonstranten zetten zich daar neer met kaarsen, zingend en skanderend. Sinds zaterdag gaan door het hele land mensen de straat op, roepend om Gorbachev en vrijheid. Ondanks de vreedzame aard van de demonstraties kwam het gisteren en vannacht op verschillende plaatsen in het land tot confrontaties met de politie. De Oost-Duitse partijleider Honecker heeft de onrust in zijn land inmiddels vergeleken met die onlangs in China. Hij zei dat alle pogingen om het communisme te ondermijnen gedoemd zijn te mislukken. Paus Johannes Paulus II is zijn 5-daags bezoek aan Indonesië vanmorgen begonnen met een oproep de mensenrechten te respecteren. De Indonesische autoriteiten beschouwden dat als een regelrechte verwijzing naar de omstreden inlijving van Oost-Timor. De Rooms-Katholieke leider begon zijn bezoek zoals we dat van hem gewend zijn, geknield. Indonesië is het land met de grootste islamitische bevolking ter wereld. Maar toch werd de paus een warm welkom bereid. President Suharto, sinds 66 onbetwist leider in Indonesië, ontving de kerkvorst. De paus pleitte bij Suharto voor het respect van andermans mening en overtuiging. En voor het zelfbeschikkingsrecht van de verschillende volkeren. Een duidelijke verwijzing naar de omstreden inlijving in 1976 van de voormalige Portugese kolonie Oost-Timor. Na de val van de Portugese dictatuur riep het socialistische Fretilin een onafhankelijke republiek uit. Suharto, die een hardgrondige hekel heeft aan alles wat links is, ontketende een bloedige burgeroorlog die aan vele tienduizenden het leven kostte. Massaal ontvluchten de Timorezen in gammele bootjes de terreur van de Indonesische troepen. Het landje werd bezet en ingelijfd. Elk jaar opnieuw veroordelen de Verenigde Naties de annexatie en de brute onderdrukking van Oost-Timor. Ook het Vaticaan heeft de inlijving nooit erkend.
De bisschop van Oost-Timor beschuldigt het Indonesische leger er bij herhaling van de mensenrechten volledig aan zijn laars te lappen. President Suharto wijst die beschuldigingen van de hand. Donderdag zal de paus, zeker niet tot genoegen van de Indonesische leiders, een bezoek brengen aan Oost-Timor. In de Verenigde Staten is openlijk toegegeven dat een Amerikaanse militaire commandant geprobeerd heeft de Panamese leider Noriega uit te schakelen. Dat had moeten gebeuren op 3 oktober tijdens de mislukte staatsgreep in Panama. De commandant heeft uiteindelijk van ingrijpen afgezien omdat het niet geweldloos kon gebeuren. In de Verenigde Staten zijn videoopnamen vrijgegeven waaruit blijkt dat Amerikaanse soldaten Noriega in de gaten hebben gehouden toen hij door rebellen gevangen was genomen. Duidelijk te horen is dat Amerikaanse soldaten op een gegeven moment zeggen dat ze Noriega in beeld hebben. De commandant had opdracht gekregen Noriega gevangen te nemen en hem vast te zetten in een Amerikaanse militaire basis. Dat plan ging niet door omdat Noriega voortijdig bevrijd werd door regeringsgezinde militairen. Tijdens een televisieinterview bevestigde minister van Buitenlandse Zaken James Baker de Amerikaanse plannen. I think the message that was sent was that if there were an opportunity to do this without risking bloodshed and significant loss of American life and to do so without open military involvement, then he was free to go ahead. The commander on the ground was free to go ahead. Morgen beginnen de Tories, de Britse conservatieven, aan hun jaarlijks congres in Blackpool. Ze zullen er proberen wat van de grote achterstand weg te nemen die ze volgens opiniepeilingen op Labour hebben. Brighton, een week geleden. Een zelfverzekerde Labour-partij verklaarde zichzelf klaar om te regeren. Het congres legde de partij geen windeieren. Volgens de laatste opiniepeilingen hebben de socialisten een comfortabele voorsprong op de Tories. Blackpool vanmiddag. Onder zware beveiliging worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het congres van de conservatieven. Het lijkt of de partij haar zekerheid kwijt is. De FUD is eruit. De boodschap.